Hoi, ik ben Martijn en deze keer neem ik je mee naar de bakermat van de Renaissance. Welkom in Italië, dit is Florence. Niet alleen de hoofdstad van de provincie Toscane, maar ook de cultuurhoofdstad van Europa. Met de meeste kunst per vierkante meter. Het was Julius Caesar die hier 59 jaar voor Christus een nederzetting opende. En die was speciaal voor de afgezwaaide Romeinse soldaten. Hij noemde het Florentina en dat is Latijn voor bloei. Vanwege al die kunst werd het uiteindelijk de Renaissance stad. En om die kunst te begrijpen gaan we even terug naar de schoolbanken. Want wat betekende Renaissance ook alweer? Heb je opgelet, dan weet je het. De wedergeboorte, een nieuwe gouden eeuw waarin alle verworvenheden uit de klassieke oudheid terugkwamen. Ben je hier langer, dan zou ik zeker aanraden om naar de plaats Siena te gaan. Het ligt op ongeveer een uur rijden en in deze video laat ik je daar zometeen wat meer van zien. Maar we beginnen in Florence en zoals we het hier zeggen, Firenze. En om meteen met de deur in huis te vallen staat er midden in het centrum deze enorme kerk. De Santa Maria del Fiore. Klinkt al gelijk heel erg romantisch. Waarom is hij zo groot? Nou, daarvoor gaan we terug in de tijd, want Florence was vroeger een van de belangrijkste handelssteden van Italië. En daarom wilden ze hier een grotere kerk dan in bijvoorbeeld Pisa of Siena. En die kwam er ook. Was wel een dingetje, want zo'n kerk zet je niet 1, 2, 3 neer. Het duurde uiteindelijk 180 jaar om hem te bouwen. Dus mocht jij je druk maken dat de verbouwing van je keuken of badkamer wat lang duurt, begin dan nooit aan het bouwen van zo'n kerk. En je kan de kerk beklimmen. 463 treden omhoog en maar ook weer naar beneden. Dan heb ik dat 2 jaar geleden al gedaan en gelukkig heb ik daarvan de beelden bewaard. Soms is het echt super smal, maar bovenop op een mooie dag heb je dit uitzicht. En zorg ervoor dat je je tickets voor deze tocht op tijd koopt. Wat je ook zou kunnen doen is de toren beklimmen naast de kerk, de Bell Tower. Een lekkere klim en bovenop word je beloond met dit uitzicht. Het verhaal gaat dat je het geluk een beetje in de hand kunt werken met dit bronzen zwijntje, Il Porcellino. Wat moet je ervoor doen? Nou, je moet hem even over zijn snoet aaien en vervolgens een muntstuk tussen zijn poten gooien wat eigenlijk dan gelijk in het rooster valt. En dat zou geluk brengen. Nou, volgens mij is er maar 1 iemand gelukkig, de man die het rooster s'avonds leeghaalt en er vervolgens zijn buik van vol eet. En moet je nagaan, het is niet eens de originele. Je kan het beste een wandeling maken door het oude centrum en dan kom je eigenlijk alle hoogtepunten heel makkelijk tegen. En dit is er weer een, over de rivier hier de Arno, de Ponte Vecchio. Een hele oude brug met vooral juweliers en toeristen. En het verhaal gaat dat Adolf Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog deze brug niet heeft gebombardeerd omdat hij hem te mooi zou vinden. Ik zou zeggen, oordeel zelf. En misschien kun je nog wat juwelen uit het water vissen, want zoals je kunt zien zijn de winkels langs de zijkant gebouwd. Ze hangen er een beetje overheen. Nou, dat ging goed tot een overstroming van de Arno in 1966, want toen is er echt een fortuin aan juwelen in het water verdwenen. Mag ik je voorstellen aan mijn nieuwe vriend? Dit is David. Nee, is een grapje natuurlijk. Dit is een van de allerbekendste kunstwerken uit de geschiedenis. David van Michelangelo. En hij staat hier op zijn eigen plein, Piazzale Michelangelo. De originele David hebben ze trouwens in 1873 weggehaald om hem te beschermen tegen weersinvloeden. Dus dit is een levensechte kopie. Niet minder leuk natuurlijk. Het plein heeft 1 nadeel. Je moet behoorlijk omhoog klimmen. Maar daar krijg je ook iets voor terug, een prachtig uitzicht over de stad en de rivier de Arno.
graag een museum, dan zit je in deze stad helemaal goed, want ze hebben er heel veel. En de bekendste zit in een oud paleis, het Uffizi. Het wordt gezien als het oudste en het bekendste kunstmuseum ter wereld. Binnenfilmen lukt helaas niet, dus dat kun je zelf gaan bekijken. Maar zorg ervoor dat je online je tickets koopt van tevoren, want de rijen kunnen lang zijn. De wachttijd kan oplopen tot ongeveer 5 uur. Wat mij dan weer opvalt is de hoeveelheid ijswinkels hier. Je kan echt de hele dag likken als je er zin in hebt. En op een warme dag zoals vandaag is het toch lekker om dat Italiaanse ijs eens te gaan proberen. Het schijnt namelijk het lekkerste ter wereld te zijn. Nou, ik moet je zeggen, voor herhaling vatbaar. Na al dat wandelen en het cultuursnuiven moet je natuurlijk de innerlijke mens niet vergeten. Heel belangrijk. En daarvoor kun je het beste naar de Mercado Centrale. Twee etages vol vers fruit, groenten en ander eten. Je hebt er ook een aantal restaurants. En mocht je nou geen trek hebben, is het in ieder geval een leuke plek om even gezien te hebben. Belofte maakt schuld en ik had het je beloofd om je mee te nemen naar Siena. Op ongeveer een uur rijden van Florence en wereldberoemd omdat ze het middeleeuwse stadsbeeld heel goed hebben weten te behouden hier. Daarom is het ook een van de populairste toeristische trekpleisters hier in Italië. Ook hier een kathedraal, maar iets minder groot dan in Florence. Maar volgens de mensen hier is deze juist weer veel mooier. Ik zou zeggen, oordeel zelf. En ze hebben een van de mooiste pleinen van Europa hier, Piazza del Campo. Dat zou je kunnen kennen van de paardenraces. Die worden hier 2 keer per jaar georganiseerd in juli en augustus. Mijn ervaring leert dat je eigenlijk aan 1 dag genoeg hebt om hier alles te zien binnen de stadskern. En dat alles makkelijk te belopen is. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog, dankjewel. En wil je niks missen van al mijn reizen? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dat is helemaal gratis en verrijkt bovendien je kijk op de wereld. Tot ziens, ciao, hasta luego.